Komend weekend is het pas carnaval, maar op enkele plaatsen in Brabant waren er afgelopen weekend al carnavalsoptochten. Dit was zaterdag, onder meer het geval in Wouwse Plantage, oftewel Maspinnelaan. Het was wel jammer van de regen, maar zoals de prins zei... Beter een mooie optocht met lelijk weer dan een lelijke optocht met mooi weer. Maspinnelaan vierde ook nog een jubileum, want de optocht trok voor de 33ste keer door het dorp. Verschillende grote wagens waren uit andere plaatsen gekomen om hun creatie uit te testen in Maspinnelaan. Zondag was er een optocht in De Heen, oftewel het Strienedurpke. De optocht begon toen prins Wannes de Eerste de sleutel in ontvangst had genomen. Ook deze optocht werd geplaagd door de regen, maar dat mocht de pret allemaal niet drukken. Het vele publiek langs de dorpsweg zag heel wat verschillende creaties voorbij komen.